Natuur, wetenschap en technologie. Het begint natuurlijk in de klas, maar het is ook allemaal te vinden in Leiden. Op plekken waar je het kunt voelen, ruiken en zien. Oh, jawel, daar zitten wel bananen! Bananen! Kijk! Het leuke daaraan is, je leert er ook nog eens heel veel van. Het verwonderpaspoort opent nieuwe werelden. Werelden waar je zelf naartoe kunt gaan of die bij jou langskomen. Op school, ergens in Leiden of gewoon thuis achter de computer. Wereldoriëntatie, aardrijkskunde, natuur. Het aanbod van het verwonderpaspoort sluit precies aan bij die vakken en hun kerndoelen. We kregen allemaal opdrachten en die moesten we gaan uitvoeren. We zijn aan het testen of het met de oplosmiddelen de verf eraf gaat of niet. Hier is het warmer. Leer je andere dingen? Water. Ja, het is natuurlijk wel een verrassing voor ze. Ik denk dat ze het heel erg leuk hebben gevonden, omdat ze vooral zelf aan de slag komen. Doe je met school mee aan een van onze activiteiten, dan krijg je een pasje. Dat wordt gescand. Met dat pasje kun je thuis achter de computer op ontdekkingstocht door de online verwonderwereld. Hoe vaker het pasje wordt gescand, hoe meer nieuwe eilanden je kunt ontdekken. En je kunt je pasje ook scannen als je na school meedoet aan een van onze familieactiviteiten. Hele kleine, hè? Ja, voor zo'n groot beest. Ruikt hij ook nog? Nee. Nee, ruikt hij niet meer. Er doen op dit moment al 9 organisaties mee. Er is dus keus genoeg. Verwonderen, vragen stellen en met elkaar die vragen onderzoeken. Dat is het verwonderpaspoort. Als je het wilt weten, dan gaan sommige mensen opzoeken. Maar als je het zelf mag doen, dan is het leuker. Wat is er nou leuker dan de school uit te gaan en echt de dingen te zien? Daar kan geen digibord tegenop. Ja, ik denk echt dat het een meerwaarde is. Want van zelf doen en zelf ervaren leer je het meest.